Voor veel mensen is het 's morgens en 's avonds een hele klus om kleding aan of uit te trekken. Armen door de mouw krijgen, knoopjes dicht, een broek waarvan de pijpen te lang zijn en de taille te smal. En natuurlijk de rits. Volgens mij zitten we tussen. In aanloop naar de modebiennale gaan we in Mooi Bedacht daarom onder meer op zoek naar een alternatief voor de rits. Vorige week deden we een oproep. Denkt u mee? En dat hebben we geweten, want u mailde ons massaal met ideeën. Met al die ideeën zijn we al aan de slag gegaan en komende weken ziet u hoe een team van deskundigen van niets iets proberen te maken. En voordat u denkt, ach, daar komt toch niks van, neem u even mee terug naar vorig jaar, want toen deden we ook een oproep. Ja, kijk, deze trap is voor mij geen enkel probleem. Ga ik zo op en ook weer af. Maar er zijn heel veel mensen, ouderen, mensen met een beperking, die dat lastig vinden, die last hebben met het evenwicht. En die eigenlijk alleen maar onder begeleiding een trap op of af kunnen. Nou, wij zijn op zoek naar een geweldig idee, een innovatie, wat ervoor zorgt dat deze mensen op een veilige manier naar beneden gaan of naar boven kunnen. Veel mensen reageren en al snel werd duidelijk dat door de inzet van u, de kijker, wij tot een mooi product konden komen. Crowdsourcing noemen we dat. Ik geloof dat de gemeenschap, de kijkers, de grote groep, meer intelligentie, kennis en kunde heeft als je dat slim weet te combineren dan één of twee experts. Ik heb het programma gezien en eigenlijk kwam het idee gelijk in me opborrelen. Je schuift hem over de trapleuning heen. Hij kan gewoon schuiven, maar op het moment dat je kracht zet op het uiteinde, schuift hij niet meer. Dus dan klemt hij. Anton van Arem reageerde op de oproep en uitgerekend zijn idee werd verder uitgewerkt. Van tekening, via een prototype en een vakjury, naar een echt product. Nou, we hebben in 3 weken tijd een prototype neergezet. En dat heeft iedereen zich voor ingezet. Dat is echt ontzettend snel. Want ja, dat krijg je eigenlijk nooit voor elkaar om vanaf een wild idee toch een daadwerkelijk product neer te zetten. Wat ook de goedkeuring weg kon dragen van ergotherapeuten en mensen die daar verstand van hebben. Ja, maar dan moet jij toch een blij man zijn dat jouw rekening volstroomt straks. Want het is jouw idee. Ja, maar wij hebben juist gezegd, dit idee wat we hier indienen bij dit traject, Mooi Bedacht, dat is van iedereen. En er heerst helemaal geen patent op. De fabrikant die het oppakt, die mag zelf het patent vastleggen. En die mag er zelf mee aan de gang en die mag ermee verdienen. Uiteindelijk verdient iedereen in Nederland eraan, want die heeft een mooi product erbij. Nou, na de laatste uitzending zijn we actief op zoek gegaan naar bedrijven die dit wilden oppakken. Want een idee alleen, dat is ook maar een idee en daar ga je mensen niet mee helpen. En gelukkig is Stichting Dwarswerk uit Zutphen heeft het initiatief genomen van hey, dit vind ik zo interessant, dit wil ik gaan ontwikkelen. Kijk, wij verwachten ja, dat eind dit jaar, dat is wel een beetje uitspraak natuurlijk, maar eind dit jaar of zeer korte termijn producten hebben. Dat we echt mensen kunnen gaan helpen daarvoor. Dus dan heeft de firma Mooi Bedacht gewoon eigenlijk een nieuw product ontwikkeld? Firma Mooi Bedacht heeft echt de energie aangezwengeld, ook bij bedrijven, om dit soort hulpmiddelen om mensen te helpen, om dat daadwerkelijk te gaan realiseren. Afgelopen vrijdag was de eerste bijeenkomst van deskundigen die zich over de ideeën voor een alternatief voor een rits buigen. En één daarvan is Josje. Ik ben Josje Matser, ik ben 63 jaar. Ik woon in het dorp in Arnhem met heel veel plezier. Ik ben zo geboren met deze handicap. En deze ziekte heet osteogenesis imperfecta. Dat betekent dat de kalkafzetting zit op plekjes waar die niet hoort te zitten. En waar het dus wel moet zitten, daar zit die dus niet. Waardoor ik broze botten heb. Daarnaast zorgt de ziekte ervoor dat Josje niet meer groeit. En dat staat Josje in de weg bij een favoriete bezigheid. Ik ga graag shoppen buiten in Arnhem met mijn zus of met vriendinnen. Maar ja, het is moeilijk. Aangezien mijn geringe lengte, dan zie ik wel leuke kleding hangen. Maar dat kan ik niet. Het moet voor mij echt aangepast worden. Speciaal op maat gemaakt worden. En dus komt één keer in de zoveel tijd Ria naar Arnhem die voor Josje aan de slag gaat. Maria moet uit Andelst komen en dus zoekt Josje een oplossing. Zijn er misschien kijkers die mij daarbij willen helpen? Een dame die het tijd heeft en het leuk vindt om met mij samen iets te maken of dat u het tegen vergoeding voor mij zou willen maken. Dank u wel. Nou, hopen dat er iemand reageert, hè? Ik vraag het zo lief. Heeft u een idee voor Josje of wilt u meedenken over een alternatief voor de rits? Mail dan naar doemee@mooibedachtgld.nl.